Hey, welkom bij een nieuwe video in de reeks van Face Looks. We gaan vandaag focussen op de lippen, dus ik ga jullie een toegankelijkere variant tonen op de trendy glitterlips. Ik ga jullie tonen hoe je rode lipstick aanbrengt met een lipliner en dan gaan we daar een klein metallic accentje aan geven. Let's get started! Voor de perfecte liplook is het altijd goed om eerst je lippen te scrubben. En zoals bij de vorige video's zijn alle productjes verkrijgbaar bij Dee. En die hebben ook zo'n lipscrub in een pennetje. Dus je kunt die eigenlijk gewoon rechtstreeks aanbrengen op je lippen. Zo. En dan in cirkelvormige bewegingen ga je dat dan inmasseren en dan scrub je je lippen. En op die manier zorg je er eigenlijk voor dat alle dode huidcellen of velletjes van je lippen worden weggenomen. En dan heb je een mooie, egale basis om straks je lipstick op aan te brengen. En je mag die gewoon afspoelen met water of zelfs gewoon met een tissue terug afnemen. Voilà, nu zijn mijn lippen heel zacht en klaar om te beginnen met de lipliner. Het is altijd best om een lipliner te gebruiken in dezelfde kleur of ongeveer toch dezelfde tint als de lipstick die je gaat gebruiken. Dus ik heb hier deze donkerrode. En daar mag je gewoon je volledige lippen mee omlijnen en dan gaan we dat straks inkleuren met de lipstick. Voilà, heel mooi zo. Snel inkleuren met de lipstick. En je mag dat gewoon over die lijn aanbrengen die je getekend hebt met de lipliner. Dat kan zeker geen kwaad, dat gaat extra goed blijven zitten dan. De lipstick heeft een matte finish. Het voordeel daarvan is dat hij de hele avond normaal gezien goed blijft zitten, ook als je moet eten of drinken. En om dat dan wat feestelijker te maken, ga ik daar een gouden touch aan geven. Dus ik ga gewoon een gouden metallic oogschaduw gebruiken en ik ga die met mijn vinger aanbrengen centraal op de onderlip en op de bovenlip. Voilà. En dat zorgt eigenlijk zowat voor een glossy effect. Plus dat dat je lippen voller doet lijken, omdat je zo een soort highlight aanbrengt. En toch gaat het de hele avond blijven zitten, want een glossy lippenstift blijft soms iets minder lang zitten dan een matte. Voilà, dat is mijn feestelijke liplook. Het gouden accent past trouwens perfect bij de gouden oogschaduw. Als je de oogmake-up wil zien, kijk dan zeker naar de video van vorige week. En als je wil zien hoe je de perfecte tint krijgt, kijk dan naar de video daarvoor. En volgende week ook zeker kijken, want dan gaan we een volledige face make-up look doen op 10 minuten. Heel veel succes ermee en tot de volgende. Salut!